Nee, Gijke, je gaat ons heel erg verrassen met jouw meesterpreek. Na het spel van Laurent Witteveen is aan jou de kans om managing partner van advocatenkantoor Nauto die deal. Hou je mijn hand vast, zei een jongetje tegen haar zoontje, zei een moeder tegen haar zoontje, terwijl ze samen over een bruggetje liepen. Anders val je misschien in het water. Nee, mam, zei het jongetje. Jij moet mijn hand vasthouden. Verbaasd antwoordde de moeder. Wat is het verschil? Een heleboel, zei het jongetje. Als er iets gebeurt, dan laat ik jouw hand misschien wel los. Maar als jij de mijne vasthoudt, dan weet ik zeker dat je me nooit loslaat. Weten dat iemand je niet los zal laten, is een belangrijke basis van vertrouwen. De aanwezigheid van vertrouwen maakt energie los en geeft ruimte. En beide zijn van levensbelang voor ieder mens en voor elke omgeving waarin mensen samen zijn. Anderzijds werkt de afwezigheid van vertrouwen, noem het wantrouwen, als vergif voor alle verbanden. Want waar wantrouwen heerst, raakt alles besmet, onontwarbaar verstrikt als in een knoop. Voor mij is vertrouwen veel meer dan het abstracte taalbegrip. Het staat voor uitgaan van het goede in de mens. Het kent een grote mate van wederkerigheid. Als ik jou vertrouw, dan is de kans groter dat jij mij ook vertrouwt. Vertrouwen zorgt zo voor evenwicht. Evenwicht in een relatie. Een evenwicht dat in mijn ogen fundamenteel is voor de diepgang daarvan. Vertrouwen is universeel en als zodanig niet exclusief verbonden aan enige cultuur, religie of geloofsovertuiging. Het vertrouwen dat ik wil bespreken gaat ook niet uit van enige betekenis in gebiedende zin. Alsof vertrouwen gebaseerd kan worden op een set regels. Zoals de 10 geboden, de 10 uitspraken uit de Tora of de Koranverzen Al-Anam en Al-Isra. In al die eeuwenoude teksten lees je over omgangsnormen, die inderdaad belangrijk zijn om vertrouwen te kunnen ondersteunen. Tegelijkertijd is vertrouwen veel meer dan een set regels of omgangsvormen. Vertrouwen is ook subtieler en het komt tot uiting juist wanneer de regels niet meer van toepassing zijn. Vertrouwen is niet zo statisch als een heilig boek of een contract, een wet, maar zo dynamisch als onze eigen emotie en ontwikkeling. Vertrouwen tussen twee personen of organisaties is alsof het een soort bankrekening is. Een bankrekening die je bij elkaar hebt lopen. Bijvoorbeeld, door mijn gedrag hier op dit spreekgestoelte kan ik vertrouwen storten op jullie bankrekening. Ik kan het ook opnemen door weg te lopen en te stoppen. Laten we ervan uitgaan dat iedereen bij de geboorte beschikt over 2 neutrale bankrekeningen, emotionele bankrekeningen, en die zijn met de ouders. Naarmate je ouder wordt, komen daar veel meer bankrekeningen bij, met de rest van het gezin, klasgenootjes, teamgenoten, studievrienden, collega's, enzovoort. Maar omdat de eerste jaren van ons bestaan het fundament van vertrouwen wordt gelegd, zijn die eerste 2 emotionele bankrekeningen bepalend voor echt alles wat daarop volgt. Vinden in die vormgevende jaren te veel opnames plaats of te weinig stortingen, dan ontwikkelt zich wantrouwen, met als consequentie dat een kind misschien niets of niemand meer leert te vertrouwen. Het jongetje met zijn moeder en mijn inleiding, dat had ik kunnen zijn. In 1974, 4 jaar oud, stond ik hand in hand met mijn moeder in de hitte onderaan de trap van een reusachtige KLM Boeing 747 op vliegveld Hato, Curaçao. Mijn vader bleef achter, gescheiden van mijn moeder en vanaf dat moment ook van mij. Een vraag die sindsdien mij altijd heeft beziggehouden: hield ik toen de hand van mijn moeder vast of zij de mijne? Vertrouwen is zo voor mij diep verknocht met ons zijn, universeel, door onze menselijke oerinstincten en fundamenteel ook voor onze eigen psyche. Het werkt dan door in alle relaties die wij als mensen aangaan. En of we nou kijken naar de biologie, de economie of de politiek, keer op keer wordt bevestigd dat de mate van vertrouwen bepalend is voor de balans en dynamiek in relaties.
tussen burgers, cliënten en collega's, maar ook tussen regeringen, bedrijven, internationale organisaties en misschien nog wel veel universeler dan dat. Vertrouwen zit meestal in het gevoel, noem het de buik of het hart. Ik kan ook een poging wagen het concreter te maken door het begrip in te richten als een soort taal- en rekenkundige breuk. Het bovenste deel van die breuk bestaat dan uit de mate van geloofwaardigheid, betrouwbaarheid en intimiteit. En onder de streep bevindt zich de mate van zelforiëntatie, het eigenbelang, het menselijk ego. En het is dat ego dat van grote invloed is op de mate waarin er in een relatie vertrouwen bestaat of niet. Een te groot ego van de een die niets op de emotionele bankrekening stort, of sterker nog, daar alleen maar van opneemt, doet bij de ander automatisch de mate van vertrouwen dalen. Een voorbeeld, de discussie over de bonussen bij de banken. Gevoerd door gedreven mensen, bankiers, die zichzelf oprecht, geloofwaardig, deskundig en klantgericht achten. En politici, die eerder door de banken te redden het goede dachten te doen voor de maatschappij. En nu willen opkomen voor de belangen van de belastingbetaler. Hoe komt het dan dat die bonusdiscussie, het onderlinge vertrouwen, dat zich na de bankencrisis voetje voor voetje aan het herstellen was, in één klap weer wist te vernietigen? Aan de ene kant van de balans heeft het vertrouwen van de politicus en de publieke opinie richting de bancaire sector te leiden omdat bonussen door het publiek gepercipieerd worden als een uiting van te veel eigenbelang en ego van de bankier. Maar bekeken door de bril van de bankier was de afspraak waar de dames en heren politici na een verkiezingsnederlaag op terugkwamen, oftewel ook hier eigenbelang en ego, dat er met het vertrouwen snel vandoor gaat. Het bewijst maar weer eens dat vertrouwen ook in de grote wereld een relatief en vluchtig begrip is, waarvan de balans zomaar kan omslaan naar de meest extreme vorm van wantrouwen met alle negatieve gevolgen van dien. Om die balans tussen vertrouwen en wantrouwen zo goed mogelijk te beheersen, leunen we steeds meer op regels, controles en beloftes van transparantie. Maar wat mij betreft, in plaats van zo het vertrouwen te verstevigen of te herstellen, worden we met die regels en normen misschien juist wel cynischer en vergroot daarmee het wantrouwen van de mens. We moeten dan ook naar mijn idee niet doorschieten naar een situatie waar het wantrouwen overheerst, door steeds verder uitdijend woud aan regels. Ideaal zou ik denken voor de jurist die hier zit, maar het gevolg is wat mij betreft schijnveiligheid. Vertrouwen dat door regels wordt afgedwongen is nu eenmaal niet gestoeld op een vrije wil of op dat universele, fundamentele vertrouwensbegrip waar ik vandaag op doe, maar louter op discipline met een check-the-box mentaliteit, waarbij de meeste aandacht uitgaat naar het zetten van de spreekwoordelijke juiste vinkjes. Het probleem is dan ook niet de discipline, maar fout gedrag, een verkeerde cultuur en perverse prikkels. Kortom, een suboptimale onderlinge verhouding in de vertrouwensdynamiek. En om zulk gedrag of zo'n cultuur te veranderen, verwijs ik graag naar een spreuk van Sir Isaac Newton, die ooit zei: mensen die bouwen te veel muren en te weinig bruggen. Laten we wantrouwen en te veel aan regels beschouwen als een muur. En het bouwen aan vertrouwen als het slaan van een brug. Dan wordt ook heel snel duidelijk dat pogingen om vertrouwen te herstellen niet werken als je je verschuilt achter een muur of door je terug te trekken op een van de oevers van een rivier. Het bouwen van een brug heeft immers twee kanten en heeft dan ook de meeste kans van slagen als die twee kanten bijeenkomen. Of zoals een dichter, Martinus Nijhoff, dat zo mooi verwoordde: ik ging naar Bommel om de brug te zien. Ik zag de nieuwe brug. Twee overzijden die elkaar vroeger schenen te vermijden worden weer buren. Zie hier dan ook de noodzaak voor bruggenbouwers om op te staan. Enerzijds binnen de financiële sector en ook hier aan de Zuidas. Die zal moeten aantonen dat ondanks bijvoorbeeld de lage rentestand en de enorme hoeveelheid geld die in de economie is gepompt, zij in staat is om zich ditmaal wel te beheersen. Anderzijds de politiek die het vertrouwen moet geven en krijgen om de sector weer op eigen benen te laten staan en misschien wel, symbolisch, de financiële sector als tiende sector in het centrum
van het economisch regeringsbeleid zou moeten durven plaatsen. Anderen vertellen wat te doen, zeker vanaf dit spreekgestoelte, dat is altijd makkelijk. En daarom steek ik graag de hand in eigen boezem en wil ik via de advocatuur, in het algemeen mijn eigen kantoor en tot slot ook mijzelf stilstaan bij mijn uitdaging en wat ik doe binnen mijn eigen invloedssfeer om op basis van vertrouwen die uitdagingen te tackelen. Even terug in de tijd. 20 jaar geleden begon ik als advocaat op ons kantoor in Rotterdam. Op een dag kwam een secretaresse bij mij binnen en die zei: Gijke, de eerste bladzijde van een 60 pagina tellende fax is er net doorheen. Ga maar lunchen en als je terug bent, ligt het hele setje voor je klaar. En nu krijg je als transactieadvocaat een veelvoud van zulke documenten binnen. Soms wel meerdere keren per uur. En je wordt niet ook geacht om snel en feitelijk dan juist te antwoorden. Niet heel verwonderlijk dat na het faillissement van Lehman Brothers een curator aan het woord kwam in de Financial Times die de afspraken van een financieel product moest ontcijferen. It was very clear to me that the documentation must have been put together by a junior lawyer in the middle of the night on the basis of some templates. The poor junior lawyer must have had no clue of what he or she was doing. Dat dit weinig vertrouwen opwekt en de beroepsgroep noodzaakt dit echt anders te doen, dat mogen duidelijk zijn. Schaf het partnermodel af, wordt wel gezegd. Het traditionele meester-gezelmodel zou volstrekt ongeschikt zijn om automatisering en nieuwe disruptive business modellen het hoofd te bieden en de noodzakelijke veranderingen door te voeren. Anderen voorspellen in het FD dat binnen 5 jaar robots het werk van advocaat-stagiaires overnemen. R2-D2 met een bef. Je moet er maar op durven vertrouwen. Zelf vertrouw ik echt liever op de creativiteit en inspiratie en toewijding van mijn jonge collega's, die van vlees en bloed. Voor Nauta stuur ik graag op 3 punten, waarmee ik het onderling vertrouwen en dat van klanten wil blijven voeden. Ten eerste het traditionele partnershipmodel, waarin ruimte, transparantie en een optimaal onderling vertrouwen bestaat. Voor mij is die uitermate geschikt om met de veranderingen in de tijd om te gaan. Het woord partnerschap draagt ook een element van vertrouwen in zich. Zoals een senior partner van een Engels topkantoor dat laatst aan een diner zei: The power of our team is that our partnership still fits around one large dining table. Nou, met 75 partners bij ons in de Benelux gaat dat nog prima. Hoewel ik wel moet toegeven, geschikte tafel vinden is af en toe nog best lastig. Maar waar het op neerkomt is dat wij samenwerken op basis van het uitgangspunt dat iedereen gelijke inspanningen levert. Zonder dat zij of hij direct worden afgerekend op individuele financiële prestaties. Want als alleen geld motiveert om harder te werken voor je partnership, dan prevaleert al heel snel het eigen belang, het ego, boven het collectieve belang. En zoals uit die breuk die ik net eerder noemde blijkt, dan blijft er uiteindelijk veel minder over. En ten tweede is voor mij belangrijk het sturen op teamresultaat. Mensen in staat stellen zich inhoudelijk en als mens te ontwikkelen. Ruimte geven om op avontuur te gaan, in plaats van mensen hard te pushen op louter financiële parameters. Ten derde vakmanschap, ondernemerschap. En dat als één geheel zien en niet aan elkaar ondergeschikt. Want anders leidt dat tot boekengeleerdheid zonder cliënten of omzet zonder inhoud. Of erger nog, blijven hangen in het verleden. Vooruitgang boeken en snelheid maken, daar is een collectief vertrouwen echt voor noodzakelijk. Daar is ook een mooi boekje over geschreven, The Speed of Trust. En daarin wordt Rupert Murdoch geciteerd. Groot zal niet langer klein verslaan, de snellen zullen de langzamer verslaan. En dat geldt niet alleen voor de partners. Van secretaresses tot bestuurders, van stagiair tot support lawyer, van postkamer tot partnership, in een heel snel en veranderende wereld maak je alleen als organisatie het verschil door samen een perfecte combinatie te maken van een goede competitieve strategie en een voortreffelijke gezamenlijke uitvoering. En het belangrijkste dat die perfecte combinatie kan bedreigen is een te groot ego, waardoor het onderling vertrouwen daalt, of erger, omslaat in wantrouwen en de snelheid eruit gaat.
Maar hoe vertaal je dat nou naar zo'n organisatie? Hoe zorg ik er nou voor dat iedereen zich betrokken en verantwoordelijk voelt? En daar komt de kantoorcultuur voorbij. Noem het ons DNA. Het zit hem dan in het samen aandacht besteden aan de kleine dingen die er te doen. Het oprecht en aandachtig luisteren naar iemand die het even heel erg moeilijk heeft privé. Ook al heb je nog zoveel te doen. Iemand een compliment geven. Bijvoorbeeld aan degene die elke dag weer de cappuccino-machine laat draaien. Maar ook in de minder alledaagse dingen, zoals vorige week. Het vieren van het winnen van de Firm of the Year Award. Of de bijzonder verdrietige kant. Het samen kunnen rouwen na het schokkende omkomen van onze kantoorgenoot vorig jaar, John Allen, die met zijn vrouw en 3 zonen aan boord van de MH17 zat. Want een optimale kantoordynamiek onderhouden op basis van vertrouwen, dat doe je echt samen. Het doet mij aan het denken aan van die enorme zwermen spreeuwen die gezamenlijk hun doel bereiken, ondanks de tegen-, zij- of rugwind. Of aan zwanen die in V-formatie vliegen en waar elke zwaan wel eens de koppositie inneemt om zo de anderen in de slipstream te houden, om hen de kans te geven om heel even op adem te komen. En met die zwaan landen we nu terug op vliegveld Hato, Curaçao, onderaan dat KLM-toestel, van waar ik zelf vertrok met de vraag wie nu wiens hand vasthield. Alle onderdelen voor een levenslange vertrouwensissue waren op dat moment voor mij aanwezig. En het heeft me inderdaad wel stevig bezig gehouden. Maar door het niet uit de weg te gaan en stap voor stap mijn percepties tegemoet te treden, ben ik er uiteindelijk achter gekomen dat de vraag wie nu wiens hand vasthoudt eigenlijk niet uitmaakt. Het antwoord op die vraag is namelijk een perceptie. Het hangt er gewoon van af hoe je naar de dingen kijkt. En dat trof mij weer eens toen ik dit weekend mijn lieve vrouw een poster zag ophangen bij ons in de keuken voor Sebastian, Olivier en Lou. Een poster van Loesje met de tekst: puberteit is als je ouders vervelend beginnen te doen. Kortom, het zijn vooral de stortingen die echt oprecht zijn en in het geheel niet worden gedreven door enig eigenbelang en zelforiëntatie, maar met oog voor de ander. Ik ben erachter dat daarmee vertrouwen het snelst ontstaat. En dat brengt mij aan het einde van deze meesterpreek. Het leven is toch vooral een persoonlijke ontdekkingsreis waarin je kunt veranderen en waarin je door muren af te breken en bruggen te slaan jezelf opnieuw kunt uitvinden. Waar het daarbij echt om gaat is dat je de kleine eigen stortingen en onttrekkingen in de gaten houdt. Hoe klein dan ook. En daarom geef ik u graag ter overpeinzing een gedachte mee van Mahatma Gandhi. Zodra er achterdocht ontstaat over iemands motieven, raakt alles wat hij of zij doet besmet. Dank u wel voor uw aandacht.